Het is niet die van Gerardsbergen, het is niet die van Sormano, het is die van... Hoei. De muur van Hoei. Officieel Chemin des Chapelles, de kapelletjesweg. Waarom? Omdat we blijkbaar 6 kapelletjes zullen tegenkomen onderweg. En die verwijzen naar de 7 smarten van de maagd. Oké, ik ben nooit een kapelletje tegengekomen hier, maar... Ik heb er ook nooit op gelet, maar misschien gaan we dat nu dus wel doen. We beginnen aan de muur van Hoei, bekend voor de finale van de Waalse Pijl. En superstijl, dat weet ik vooral. We beginnen aan de muur, Karsten, maar eigenlijk is hij al van in het centrum van Hoei begonnen. Hè? Ja, hier loopt al. Echt akelig omhoog een beetje. Ja, het is al een kilometer, maar dan is het procent of 10 of zo. 8 of 10%, dus het valt dan nog wel mee. Maar je hebt wel wat melkzuur in de benen. En dan begint het hier echt zeil omhoog te lopen. Het is echt een klim die je moet timen. Dus als je te vroeg aangaat, dan moet je niet van je fiets af. Kapelletje 1, voilà. Huh? Kapelletje. Ah, kijk, daar heb je er eentje. Anderhalve kilometer lang. 10% gemiddeld. En 19% maximaal. Ja, veel lastiger vind je ze hier niet, hè? Binnenbocht is 25%. Af en toe even voor de stel. Even gaan zitten. Dit was hem. Karsten, jij was hier ooit kopman in de Waalse Pijl. Ja. Kan je daar nog even iets over vertellen? De laatste keer die muur van Hoei? Ja, dat was 2006 en ik reed er voor CSC. Een paar dagen daarvoor had Frank Slek had Amstel Gold Race gewonnen. Echt mede door mij. En toen was ik in de Waalse Pijl enig kopman. En toen had ik als knechten Carlos Sastre, Ivan Basso, Frank Slek, Jens Voogd. Van der Velde. Dus het was, dat was wel een basso. Het was wel een bijzondere dag voor me. Een en al wilde. Ja. En het resultaat? Ik werd derde. Dus het was volgens mij was de eerste keer dat Valverde won. Sanchez tweede en ik werd toen derde. Dus, maar het is duidelijk, je noemt daar Valverde. Dit is specialistenwerk. Hè? Ja, ja. Zo'n wedstrijd en dan die finale, die laatste beklimming van die muur van Hoei. Super specialistenwerk. Ja, ja. Ja, het is gewoon een hele, eigenlijk misschien de eerlijkste finish van het hele jaar. Die muur van Hoei, als je hier een beetje op een fatsoenlijke positie opdraait en je hebt de benen, dan win je eigenlijk. Zo simpel is het. En het is wel eventjes altijd moeilijk om te timen. Je ziet dan op een gegeven moment 200 meter, 175 meter, 150 meter. En dan denk je echt, ik moet nu al aangaan. Maar je bent al helemaal verzuurd. Wachten. Echt lang wachten, ja. Maar het is een eerlijke beklimming en zo hebben we het graag. Absoluut, ja. Voilà, muur van Hoei. Done.